Veldrijders flink gas geven en het einde van hun seizoen naderen, zitten de wegrenners volop in de voorbereiding van hun seizoen. Zoals bijvoorbeeld Johan Museeuw en de zijne. De ploeg Mapei Quickstep heeft net een stage achter de rug in Spanje, in de buurt van Benidorm. Michel Buijts ging kijken daar aan de Costa Blanca. I'm gonna roller coaster down to it down below. I'm gonna move my party down to it down below. I'm gonna roller coaster down to it down below. I'm gonna have to dive on down. Ik voel mij altijd de jongste van de groep. Dus op mijn 34 jaar leeftijd voel ik mij nog altijd de jongste. Ik ga het zo zijn, ik ga dit jaar meer aan mezelf denken dan vorig jaar. Vorig jaar heb ik Milan Sanremo gestart met de ambitie om Bartoli te helpen. Dit jaar start ik met de ambitie om eigenlijk een klassieker te winnen. De leeuw brult krachtiger dan ooit. Museeuw barst van ambitie. Museeuw maakt indruk. Zeker op wereldkampioen Oscar Freire. De pas 23-jarige Noord-Spanjaard herkent zijn meester. Pero en las carreras que he corrido de los belgas que más me han impresionado pues es Museeuw, porque le he visto en las clásicas muchas veces por televisión y es el que más me ha impresionado. Mapei springt voorzichtig om met Freire. De druk op de frele regenboogschouders is zoal groot genoeg. Freire moet groeien. Maar opgelet, zijn jeugd schrikt hem zeker niet af. Bueno, pues yo creo que es muy importante conseguir un campeonato del mundo con 23 años, porque ahí está Armstrong, que lo consiguió con 22, un año menos, que es el más joven de todos los que lo han conseguido. Y bueno, ahí está, que este año ganó el Tour de Francia. Espero que a ver si sigo yo el mismo camino que él. Freire mikt op Milan Sanremo, maar betaalt nu al de tol van de zware trainingsarbeid. Kniepijn, wat overbelasting. Freire traint voorlopig liever alleen. Het zit mijn rustige jongen, het stil. Ik zou niet eens een plaats willen zijn. Ik wel. Kan ik terug een gans jaar met die trui rondrijden. Vier toeritten of die Olympische wegrit? Wat pik je eruit? Olympische wegrit toch. Vooral ook omdat het is de eerste van vier jaar en zeg het, de naam bekendheid en prestige dat er aan vasthangt is toch heel hoog, denk ik. Ja. Geen mentaal belastende hoogtestages meer op de Sierra Nevada. De Mapei-ploeg voorziet haar renners al geruime tijd van de zogeheten lage druktenten. De renners brengen thuis voortaan een groot aantal nachten in de tent door. Het is best dat je erin slaapt, maar je kunt ook je siesta erin doen. Of enkele uren erin slapen. 4 of 6 uur. Het beste is de ganse nacht, maar voor mij is het moeilijk om de ganse nacht erin te blijven. We zien inderdaad dat er een stijging van hemoglobine en hematocriet is, ja. En hoeveel punten? Tot 10-15%. Is het dan, logische conclusie, competitievervalsend? Het is evenveel en even weinig competitievervalsend als een hoogtestage. Die tent, over welke kostprijs spreken we dan? Er zijn verschillende soorten van tenten, maar dat gaat dan van een 300.000 tot een 700.000 frank, afhankelijk van de methode die gebruikt wordt om de verminderde zuurstofdruk te krijgen. Is EPO het enige wondermiddel? EPO is in de 20 jaar dat ik in het wielrennen zit het enige middel waarvan ik gezien heb dat de prestatie effectief in die mate verandert dat winnen en verliezen niet meer diep bij elkaar liggen, maar ver uit elkaar getrokken zijn. En dat was inderdaad 4 en 5 jaar geleden meer het geval als nu.
I'm gonna roller coaster down to down below. I'm gonna move my party down to down below. I'm gonna roller coaster down to down below. I'm gonna have to dive on down. Club Brugge heeft...